A. Daar stonden voor de laatste competitiedag twee ploegen met evenveel verliespunten op de eerste plaats. En deze twee tenoren, Zarre en Lombard-Zijde, moesten op de laatste speeldag in een onderling duel uitmaken wie naar derde mocht. Hoe hoog schat je de kansen in vandaag? Ik denk 50-50 vandaag. Alle twee ploegen hebben bewezen dat ze in principe de titel waard zijn. Maar ja, het is te hopen dat wij het zijn vandaag. Ik denk dat het 50-50 wordt. Dus we hebben de beste verdediging, zij hebben de beste aanval. Dus die twee tegen elkaar uitgespeeld, moet dat hier normaal 50-50 kansen. Geen uitgesproken favoriet dus onder de kenners. Al gaat onze voorkeur toch uit naar deze kandidaten Miss Personality. Beide ploegen zijn inderdaad aan elkaar gewaagd en duiken om beurten in elkaars doelgebied op. Zo heeft doelman De Beir een eerste tussenkomst op een kopbal van Van de Wallen. We spelen dan exact 4 minuten. Aan de overkant heeft collega doelman Denis iets meer moeite met een fraai genomen vrije trap van Louis. Gaandeweg nemen de bezoekers de bovenhand en blijven logischerwijze de kansen ook niet uit. Daarbij ontpoopt Lamère zich als een gevaarlijk individu en laat hij kort voor het verstrijken van het eerste halfuur toch wel een unieke kans liggen. Lamère volgend jaar aan de slag bij eerste provincialer Kokzijde. Kort voor de rust wordt Lombard-Zijde voor zijn veldoverwicht verdiend beloond. Bruno gepakt uit met een heerlijk banaanschot, een doelpunt om als voetballer te koesteren. 0-1, Lombard-Zijde virtueel kampioen. Kort voor de rust wordt een overigens faire wedstrijd enigszins ontsierd door een dubbele rode kaart. Zowel Lamère voor trappen als De Weert voor natrappen moeten vroegtijdig van het veld. De stand blijft wel ongewijzigd, 0-1 bij de rust. In de tweede helft pakt Zarre met een driemans voorhoede uit. Maar weet de productiefste aanval uit vierde A geen raad met de goed georganiseerde en tevens minst gepasseerde defensie. Invaller Lammens kent wel pech als zijn schot via de kruising eruit gaat. Een kwartier voor tijd zet de thuisploeg nog eens alles op alles. Een streep van Dubocage wordt knap gepareerd door De Beir. Terwijl de minuten verstrijken blijft Lombard-Zijde het gebeuren vrij makkelijk onder controle houden. En krijgt het zelfs nog de beste kans, maar nog De Bruyne, nog De Vos vinden de weg naar de netten. Lombard-Zijde wint dus met het kleinste verschil van Zarre en mag na een afwezigheid van maar liefst 17 jaar terug naar derde. Voor Zarre wacht nu nog de eindronde.